En ik ging ook op in mijn eigen wereldje. Dat heb ik nog steeds wel een beetje. Kijk, vroeger heel de films. Ik weet, film kijken. Actiefilms. Dat doe ik nog steeds. Vind ik wel een jaartje ouder, dus ik ga er iets minder in. Het heeft zijn escapistische waarde wel een beetje verloren. Maar ik kijk er nu doorheen. Dat is gewoon wijsheid. Ik bedoel, waarom is het zo dat als iemand in een actiefilm met een getrokken pistool een auto aanhoudt? Ken je dat moment? Get out of the fucking car. I won't hurt you, man. I just need your car. Get out of the fucking car. I won't hurt you. Get out of the car. I won't hurt you. Get out of the car. Die persoon stapt uit. Hij stapt in. Het nooit zo is dat die stoel te dicht bij het stuur staat. Zou dat niet veel vaker moeten gebeuren? Huh? Heb je ooit wel eens tijdens het rijden je autostoel proberen te verzetten? Is dat het engste fucking moment van je volwassen leven? Zijn wij een verkeerslicht op rood. En dan heb je lekker tijd. Hey, ga mijn stoel verzetten. Lekker. Meer comfort. Heb ik zin in. Lekker op zoek. Hey, het is groen. Geef gas. Rij je weg in je auto. En dan denk je, oh shit, ik moet remmen. Maar dan moet je niet remmen. Want dan krijgt je stoel de snelheid die daarvoor je auto op de weg had. En dan krijg je een aanrijding in je auto. Met je stuur. Wam! En dan rij je door en dan ga je bidden tot God voor een klik. Oh God, geef me een klik. Geef me een klik, God. En God geeft je een klik. God geeft je een klik. Maar wel altijd op standje Wu-Tang Clan. Die je dan moet gaan verkopen aan een omgeving als helemaal oké. Wat ik wel kan. Ik kan het wel verkopen, want ik kan ook heel goed rijden. Dus ik doe het dan wel. Maar ik kan heel goed rijden als de dingen meewerken. Als de dingen meewerken, kan ik goed rijden. Ik ben laatst wel in zijn twee de snelweg opgereden. Ja, dat was omdat ik met mijn schakelhand vast zat in een buis Pringles. Godverdomme! Jezus, dat zie je ook nooit in actiefilms. Weet je? Weet je wat je ook nooit ziet in actiefilms? Je ziet nooit in actiefilms dat er iemand ergens niet aan meedoet omdat hij heel erg last heeft van hoofdpijn. Dat zou meer gebeuren als ik mee zou spelen. We're assembling a team of the best assassins in the world. You're an expert marksman and a specialist in martial arts. Will you join our mission? No, I don't think so. I have a really bad headache. I think I'm gonna pass on this one. What the fuck are you talking about? Just take a fucking aspirin, man. Get your ass over here. No, I'm trying aspirin. It keeps on coming back. I think it might be chronisch.